daar komen ze aan. Daar komen ze aan. Pien, daar komen ze aan. Pien, oppassen, daar komen ze aan. Daar is ze. Kijk maar, heb ze allemaal een pet op, Tony? Ja. Moet je toch ook een pet op? Opa wordt oud, moet de bril op hebben. Vandaar dat je kuur. Allemaal heel hartelijk welkom op deze jubilarisavond. Bijzonder welkom natuurlijk aan Tony, Rita, Berke, Marieke, Anne en jullie Anne. Ik heb de naam net gehoord, maar ik ben vergeten. Fijn dat moedergraven ook aanwezig is. Van harte welkom. Leuk dat je er bent. Uiteraard ook een hartelijk welkom aan Martijn Lechters, burgemeester Arnold Gerritsen en onze teamleider incidentbestrijding Gerrit-Jan Hondorp.
Jullie hebben pas nog met ons kennis gemaakt, maar deze avond kan er onder het genot van een hapje en een drankje meer invulling gegeven worden. Jubilarissenavond is dit jaar eigenlijk niet het juiste woord, want we gaan afscheid van 3 leerlingen nemen. Gelukkig hebben we afgelopen jaar ook 4 nieuwe leerlingen gekregen. Martijn Hussenveld, Lisette Klunder, Niels Kempers en Wouter Heideman. Zij hebben nog geen uniformen, ze zijn heel goed herkenbaar. Zijn er dan geen jubilarissen in 2017? Jazeker wel, maar de officiële data van allemaal naar vandaag. Gelukkig hebben we daarom ook weer een goede reden om ook in 2018 een jubilarissenavond te organiseren. Vanavond nemen we een klein beetje afscheid van Martijn Lechters, omdat hij zijn carrière voort gaat zetten bij de collega's van Doetinchem en daarnaast als freelance brandweerman gaat werken. Definitiever is het afscheid van Tony Graaf en Jan Vles. Jan heeft ervoor gekozen om vanavond niet aanwezig te zijn. Wij betreuren dat als post, maar willen Jan van harte bedanken voor 28 jaar trouwe brandweerdienst. Jan kijkt nog even of hij op een later moment op oefenavond afscheid van ons komt nemen. Hoe gaat de avond eruit zien? Eerst nemen we zo nog een kop koffie voor de heer die het willen. Daarna zal Gerjan het woord krijgen en de diploma's uitreiken. Vervolgens nemen we afscheid van Martijn en Tony. Dan is er een moment van feliciteren en foto's maken. Rond 9 uur is het officiële gedeelte afgelopen en nemen we een drankje. Later op de avond zal er nog iets even zijn en intussen maken we er een gezellig boel van. Laat jullie verrassen wat er allemaal gaat gebeuren. Een fijne avond gewenst. Wie hoort me verder met het programma? Ik wil het woord geven aan onze team van Gerjan Onder. Ja, hartstikke wel. We hebben een drietal diploma's om uit te reiken vanavond. Ja, mag ik dan? De drie collega's willen graag alle drie naar voren. Ruud Assing, Paul Gerrits en Robert Elder. Pet op. Robert Elder, diploma voor chauffeur. Nou, chauffeur is prima, je rijdt met zijn auto, maar als je chauffeur bent op een tank-auto spuit of een ander voertuig, in ieder geval tank-auto spuit, heb ik wel collega's bij. Ik vind het gewoon een belangrijke taak. En collega's die in ieder geval daarvoor inzetten, maar ook die taak invulling geven, en niet als alleen als chauffeur, want de duur ook chauffeur kon bedienen, betekent gewoon dat je hele team ondersteunt. Dus moet ik even kijken, Robert. Ja, maar hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Heel mooi, behaal de resultaat en alsjeblieft. Dankjewel. Voertuigbediener en pompbediener, nou eigenlijk gewoon een beetje de combinatie wat ik net zei. Tuurlijk, chauffeur, dan breng je de wagen op zijn plek met de collega's, maar daarna dan normaliter staat hij daar alleen maar. En dan moet je in ieder geval zorgen dat er goed water geleverd wordt. Dat is de taak in ieder geval van de pompbediener. Paul Gerrits heeft dat gehaald en... Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dank. Alsjeblieft. En zorg goed voor niet alleen het halen, maar ook het onderhouden. Ja, makkelijk hè dan. Brandbestrijding en ontruiming en eerste hulp, BHV. Certificaat voor jou gehaald met een mooie pas erbij. Niet alleen voor de brand, maar ook bij het bedrijfsleven. Te gebruiken, een mooie wisselwerk. Ik vind dat een fijne kruisbestuiving aan de ene kant wat bij je, maar ook als je bij je bedrijf werkt, als je daar een stukje BHV bij kunt dragen, dan zeg ik ook wel eens tegen een hoofdwerkgever, want eigenlijk heb je iedere keer toch iemand die iedere week traint en zijn eigen kennis en kunnen onderhoudt. En dat vind ik heel belangrijk dat we zo die kruisbestuiving met het bedrijfsleven kunnen en met onze hoofdwerkgevers. Dus voor jou ook van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Met het resultaat, alsjeblieft. En applaus voor de collega. Ik wil nog een kleine avond. Ja, ik vind het wel mooi van wat we net zei, we hebben een paar diploma's, maar eigenlijk ook als je dat ziet met de diploma's, van je komt binnen, nieuwe collega's, 2 jaar lang eventjes nodig voor de nieuwe opleiding. En dit soort extra opleidingen geeft toch wel weer de wisselwerking binnen een post en binnen onze organisatie. Er zijn verschillende taken, die moeten verdeeld worden. En dan vind ik het mooi om te zien dat mensen, zoals jullie daar, tijd en energie in geven. Want het moet toch wel naast je reguliere werk, moet het allemaal gedaan worden.
dat hebben wij in ieder geval goed in de gaten. En ook samen met Darko Sanders en met Gert Nijer-Hessen, want dat zijn de twee officieren incidentbestrijding binnen ons team, proberen we jullie daar ook als posten, en dat heb ik in ieder geval ook met Harm, jullie zo goed mogelijk daarin te ondersteunen en dat soort zaken voor jullie ook te regelen. Een stukje vakbekwaamheid. Dus dank voor jullie inspanningen voor opleidingen te volgen en alle taken die we nodig hebben om daar invulling aan te geven. Dank u wel. Ja, we gaan nog. Je kunt al lekker vandaag. Je mag even gaan zitten. Oh, dat voel ik dat niet aan. Je moet nog in de benen komen. Groot netteltje, denk ik. Ja, in Vlieden heb ik een burgemeester, die kon hele lange speeches houden. Die had een clustercombinant, die kon er ook nog van. De ogen veel als dichter, maar die hond van over kort. Martijn, mag u nu even hier in volle voetlicht komen om het afscheid te nemen, formeel. Is die goed? Martijn, vandaag doe ik gewoon even ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands. Martijn, wat moet ik van jou vertellen? Bijna 14 jaar geleden kwam je binnen als een van de jongste sollicitanten tot die tijd. Waarschijnlijk was het enthousiasme van je oom Jan Russenkopje overgeslagen. Je doorliep de opleiding in rap tempo en verhuisde keer op keer om toch maar zo dicht mogelijk bij de kazerne te wonen. Je enthousiasme ging zo ver dat je zelfs een doelige mee ging draaien in de kazernering, zodat je op de kazerne kon slapen en zeker was dat je de eerste auto ging halen. Hoe dan ook, het brandregent is overduidelijk aanwezig. Ik weet dat je graag broedbrandweerman wilt worden en misschien is de keuze die je nu gemaakt hebt wel een goede opstap of alternatief. De tijd zal het leren. Je hebt je niet alleen inzicht aan de warme kant van de organisatie, maar ook aan de koude kant. En dat bedoel ik niet alleen de oppervlakteredders, maar ook de bestuurlijke kant. Gelukkig heb je goed op de centen van de vereniging gepast, want met de laatste jaarvergadering bleek dat de kas goed geworden was. Maar goed ook, want de bijdrage van de overheid houdt de laatste jaren niet over. Eind vorig jaar heb je al afscheid genomen van groep 1 bij Vivaldi. Sommigen herinneren zich dat nog als de dag van gisteren. Groep 1 heeft daarin hun enthousiasme ook een voorschot genomen op deze avond door alvast het brandweerbeeldje uit te reiken. Een recht dat eigenlijk voorbehouden is aan het bestuur. Dit beeldje was echter nog niet compleet. Daar doen we niet moeilijk over en dat gaan we zo rechtzetten. Daarnaast krijg je nog een ander cadeau namens allemaal. Martijn, bedankt voor je inzet. Het gaat je goed. En succes met je nieuwe job. Ja, Martin, nu mag je erbij komen. Ja. Wie kent elkaar nog heel lang en je bestoort goed plat, dus ik kan gewoon in de plat doen. Ik geef je een stuk makkelijker af. Donnie, ik vind het wel heel bijzonder om hier te staan en pas gaat van te nemen. We weten allemaal dat er een tijd van komen en een tijd van gaan is. Het hoort zo, het is ook goed. Vier jonge collega's ook bij de kans. Dit afscheid is toch wel anders. We hebben dat beter gelieken bij de brand met een punt en in de laatste punt van deze groep in weggeven. In februari 1986 stond er een advertentie in handen vooruit dat de brandweer een nieuwe collega zocht. Of een schoonvader overvraagd of gedwongen heeft, dat werd geweest. Maar fijn is wel dat u de grote groep sollicitanten destijds, 7 kandidaten u de deur werden om voor de ballotagecommissie te verschijnen.
En je moest nog proefnodig, en toen overigens nog maar één keer in de maand was, onder in de kazerne komen. Stond er blauw van de rook en er was weinig frisse lucht. Dan had ik die overigens best wel leuk, werd ik niet herinneren. Iedereen mocht zijn verhaal doen en de toekomstige collega's mochten vragen stellen. Belangrijkste vragen waren, waar ben je er een van en waar werk je? Na het vragenvuur mocht je boven in het kantoor van de commandant wachten op de uitslag. Gelukkig viel het allemaal mee en werden die beide aangenomen. Ook komst heeft de hele brandweer bekomen zet. In 1985 werd de brandweerwet van kracht. Of dit met voorbedachte raad door de minister gedaan is, dat weet ik niet. Gevolg was wel dat de BNB opgeheven werd en alles wat er nooit gebruikt was, kreeg brandweer alpen. De kazerne stond helemaal vol met grepen, barsen, kroewaars, gestolen wielen en kisten vol met lezen. De auto's konden er amper aan mee, los dan dat we er nog in konden met nu terug. Langzaamaan ging alles spul eruit, maar daarvoor kreeg we de taken bij. Al ging duidelijk maken wat reddingspullen tot. In mijn carrière heb ik ook heel veel veranderingen meegemaakt. Van één keer in de maand oefenen ging we nog één keer in de 14 dagen. Inmiddels oefenen we nog elke maandag en daarnaast nog enkele door de weekse of zaterdagen. Ook een nuchter kijk op zaken en wel overwogen mening heeft een positieve bijdrage geleverd aan al deze veranderingen. Vast was er ook een reden dat ik jaren geleden onze vertrouwenspersoon in Botter kunnen worden. Gelukkig heb ik niet vaker gewoon diensten geboeken moeten maken, maar die stonden wel veel door. Ook als voorzitter van de personeelvereniging heb ik uw steentje bijgedragen. Vandaag komt er dan een officieel einde aan uw actieve brandweerloopbaan. 31 jaar lang. De hele tijd. Vaker zou je Rita en de kinderen alleen laten hebben uit de piepen ging, omdat hij weer van de brandweer op pad moest. Zonder steun van de achterbank is dit werk niet mogelijk. We zijn nog blij dat ik deze steun gekregen heb. Rita, Berke, Marieke en Anne en Moedergraven, namens ons allemaal hartelijk bedankt. En Rita, nog een extra bedankje voor alle voordeboeken die je voor ons gemaakt hebt. Wie zult niet weten hoe ik het noemen moet. Dus, hou nog een keer aan, dat klopt. Waarschijnlijk zit de onderling ook al met smart op jonge ambas te wachten en kun je door beginnen aan een tweede loopbaan. Moderne tweede loopbaanbeleid. Door nu vast nog wel een paar brandkraan en geboren puntvormen te controleren. Misschien dat je in de toekomst nog iets kunt gaan doen met de jeugd. Je hebt ons allemaal voor gehad. Wie wacht daar? Nogmaals, heel hartelijk dank en het geeft jullie goed. Tony en Rita, ik hou het even in het Nederlands, ondanks dat ik van mijn vrienden wel hard op ben, de platgehoorde kan ik niet. Ik verstaat het wel, dus dat is wel zin. Harm die had al wel aangegeven, ik zat ook zo even te rekenen van nou, welk jaar ben je dan eigenlijk begonnen. Ik hoorde het net al, hè, 1986. Als je dan even gaat googlen, want dat doen we tegenwoordig, mijn dochters die zitten heel vaak op internet, dan was dat toch wel een markant jaar, vond ik. Want 1986 was ook een Elfstedentocht. Evi van Denten heeft hem voor de tweede keer toen gewonnen. Maar in 1986 heeft ook iemand van mijn koninklijk huis namelijk mij geschaatst. Dus hij stond wel onder een andere naam eventjes te boek. W.A. van Buren, onze huidige koning, koning Willem-Alexander, maar toen was het prins. Maar er zijn wel van die momenten dat je even terugkijkt van, goh, wat was dat in dat jaar? Ook wel goed om te horen dan hoe je dan eigenlijk een beetje bij de brandweer bent gekomen of erin bent geschoven. Maar dan toch, ruim 30 jaar bij de brandweer, heel wat jaren, mooie bijdrage. Ik hoor net ook al ook lid van het Lottie, belangrijk, kunnen jullie onderling dan wel delen? Of straks vang ik ze wel op onder het genot van een hapje en drank, dat zal ik morgen luisteren. Deze mag ik afvragen. En deze? Ja. Mooie oorkonde, 30 jaar in brandweerdienst. Ik vind het ontzettend fantastisch. Dank voor je bijdrage, al die jaren. En ik weet, jullie zien elkaar nog met de mooie pin zijn. Kijk eens, alsjeblieft. En jij ook bedankt voor alle steun. Dankjewel. En wat Arno ook even blijft, alsjeblieft nog een kleine attentie naar de orgel. Wat ik het zonder microfoon doen, is dat prettig, hè? Ja. Prima. Ja. Dames en heren, ik heb zo ongemerkt mogelijk geprobeerd de Amstketen om te doen.
Ik kan trouwens wel plat worden als dat nodig is, dus misschien... het is niet helemaal alles plat, maar het is Brummers plat, maar het ligt er wel op. Maar het gaat toch maar verder in Nederland. Dat is toch iets wakker in staat misschien, ja, ik weet eigenlijk ook niet. Dat zou eigenlijk best wel kunnen. Voordat ik op het afscheid terug van dames en heren, wil ik toch even een paar woorden zeggen tot de leden van de podcast. En vooral ook tegen de partners. Omdat niet vaak genoeg gezegd kan worden hoe belangrijk het is voor ons als gemeenschap, als lokale samenleving, dat de brandweer er is. Er wordt gemopperd op van alles en nog wat in deze samenleving. Tegelijkertijd schijnen we het allemaal behoorlijk gelukkig te zijn en het eigenlijk nog nooit zo goed te hebben gehad. Maar toch, we hebben van alles te mopperen. Maar er wordt zelden gemopperd op de brandweer. Als er een instituut is waar mensen veel vertrouwen in hebben en waardering voor hebben, is dat de brandweer. En dat zijn de brandweermensen, maar dat zijn vooral ook de partners van de brandweermensen. En die zijn hier nu aanwezig, dus daarom grijp ik deze gelegenheid aan om dat nog eens te benadrukken. Bij mijn kennismaking met de mensen van de Korst heb ik al aangegeven dat ik uit een brandweerfamilie kom. Mijn vader was ook eerst gewoon bij de brandweer en uiteindelijk postcommandant. Dus ik heb het van kinds af aan meegemaakt en heb dus in die zin ook een brandweerhart, maar weet ook wat het in een gezin teweeg brengt, wat het voor consequenties heeft voor het werk. Over u alle heen vind ik ook dat we moeten denken aan de werkgevers die hun medewerkers in de gelegenheid stellen om voor de brandweer actief te zijn. Ik denk dat het vanavond op zijn plaats is om dat nog eens even te benadrukken. Ja, dan het afscheid in dit geval van de heer Tony Graven. Er is al bij stilgestaan wat hier allemaal te vermelden valt, maar ik doe het toch op mijn manier nog even, omdat het indrukwekkend is. Zo'n 31 jaar bij de brandweer. Maar wat mij opgevallen is, dat is, behalve dat je natuurlijk allemaal je gedachten krijgt bij het feit dat op dat moment je schoonvader commandant was hier van de post. En hij heet ook nog post, geloof ik. ik weet niet of het een huwelijkse voorwaarde is geweest, maar ja, dat van niet. Maar in ieder geval, je bent vol overtuiging aan de slag gegaan. Want je hebt ook heel snel je carrière weten in te vullen. Bedenk het maar, begonnen dus op 1 mei, als ik het goed heb, 86. En dan al brandwacht, eens even kijken, op 1 januari 88. Dan brandwacht eerste klasse op 1 juli, anderhalf jaar later, 89. En dan is het nog niet genoeg. Vlot en voorspoedig ging het door om per 1 januari 91 brandwacht te worden. Complimenten daarvoor. Ik merk het nu al aan je uitstraling, maar hier staat ook bekend als een rustig, weloverwogen persoon. Maar wel als iemand die overal een mening over heeft. Dus dat zal ook vast wel over de brandweer hebben. Ik weet niet hoe dat in gezinsverband is. Ik valt wel mee. Hè? Maar een belangrijke eigenschap om rust te weten te bewaren. Dat zal zeker geholpen hebben met het doorlopen van alle cursussen om deze carrière mogelijk te maken. En maar behalve hoofdbrandwacht, als je dan toch van heel veel zaken die met brandbestrijding en rampenbestrijding en hulpverlening te maken hebben, op de hoogte bent, heb je ook nog een specialisatie bereikt. En dat vind ik wel een hele mooie. Zagen onder spanning. Dat is niet de spanning bij jezelf, denk ik, maar in het materiaal waarin gezaagd moet worden. Maar wel natuurlijk bij hulpverlening een ongelooflijk belangrijke deskundigheid. Nou, Harm heeft het ook al genoemd, vertrouwenspersoon, de botter van de post. Heel belangrijk. Het is belangrijk dat zo iemand er is. Dus complimenten daarvoor en je activiteiten voor de personeelsvereniging. Ook nog een tijd als voorzitter heb ik begrepen, die mogen ook niet onvermeld blijven. Kortom, na 31 jaar afscheid, dat is geloof ik per 1 maart geëffectueerd. Dus dat is inmiddels, hebben we er een beetje aan kunnen wennen. Ik weet niet of de pieper nog of hem heel erg mist, maar ja, een beetje wel. Een beetje wel, ja. Maar ja, ik heb begrepen dat je de mensen nog niet helemaal hoeft te missen, dus dat komt nog wel terug. Kortom, ja, dan wordt er natuurlijk toch gekeken of iemands carrière aanleiding is om iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Dat voelde je natuurlijk al wel aankomen. En ik moet zeggen, datgene wat bekend is en wat ook gerapporteerd is,
heeft in de, bij iedereen die daar dan over gaat, ertoe geleid dat de conclusie is getrokken dat uit het voorstel blijkt dat er sprake is van een langdurige bijdrage van betrokkenen aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en in de regio. En dat betrokkenen gekwalificeerd kan worden als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. Kortom, op basis hiervan komt de heer Tony Graven in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. En ik ben dan ook heel vereerd dat ik namens zijn majesteit koning Willem-Alexander mag melden dat hij u benoemd heeft tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dan ga ik wat daarbij hoort nu opspelen. Mag een applaus. Er zijn bloemen ergens, klopt dat? Oh ja. Dat staat in mijn instructie, bloemen. Ja, ik wacht. Dankjewel. Mag ik ze zo allemaal? Ja. Mooi. Ik heb nog een hele doosje erbij hoor, die ga ik ook nog even geven. Die moest ik even zo. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Ja. Hier zit de voorkom in, dit wordt erbij. Deze mag je niet vragen als je wil. Ja, geniet ervan. Fantastisch. Burgemeester, bedankt. Was niet te lang, was toch? Nee, hartstikke mooi. Ik heb het geen klachten voor, maar niet. Maar dit is echt super snelheid. Ik denk om even een kleine pauze in te laten, even een drankje in doen, of niet? En feliciteren. Zal ik even voor je een... Ja, maar nu doen, of wat is het dan? Ja, ik ben toch nog door, misschien dat het ook goed verstaan is. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren. Het is heel belangrijk dat de sfeer en onderlinge band goed is in de korps. En dat heb ik dan de afgelopen jaren ook wel zo ervaren. Er is heel veel gebeurd in de jaren die ik in de brandweer ben geweest. Natuurlijk heel veel uitdrukken, maar ook verschillende reorganisaties. En volgens mij 4 commando-wisselingen, is dat klopt? 4 of 5, in elk geval. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, dat is de achterban of thuisvoort. Waar je na een heftige inzet je verhaal kwijt kan. En nu ik het over het thuisvoort heb, wil ik Rita daarvoor bedanken. En ook om het feit dat ze bijna op de dag af 50 jaar bij de brandweer in Alten verbonden is geweest. De eerste jaren via haar vader en later aan mij. Dank daarvoor en ik vind dat wel een bloemetje waard. Dan denk ik dat we toch nog even een kleine pauze houden. Even terugkomen, een drankje in doen. Ja, kom maar hier. Ik heb het niet van de